Goedemorgen, het is donderdag 7 juni 1990 en dit is tot 9 uur het RTL 4 ontbijtnieuws. Met sport, het weer, verkeersinformatie en de beurzen. Eerst het nieuws, hier is Jan de Hoop. Goedemorgen. De EG-landbouwministers hebben in Brussel de hele nacht doorvergaderd over de gekke koeienaffaire. De problemen die zijn ontstaan rond de export van Brits rundvlees. Frankrijk, West-Duitsland en Italië weigeren rundvlees uit Groot-Brittannië af te nemen omdat het besmet zou zijn. De drie landen hebben tot nu toe geweigerd de boycot op te heffen. Ondanks het advies van de EG-deskundigen die zeggen dat het vlees volkomen veilig is voor de menselijke consumptie. De drie landen willen de boycot pas opheffen als er alleen vlees wordt geëxporteerd afkomstig van gegarandeerd gezonde koeien. De andere EG-landen en met name Nederland eisen dat het importverbod wordt ingetrokken. Ze vinden dat de maatregelen die de EG tot nu toe heeft genomen voldoende zijn. De boycot richt enorme schade aan de vleesindustrie in het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk neemt ongeveer de helft van de Britse vleesexport af. Er is druk overleg gaande over het Duitse lidmaatschap van de NAVO. In Moskou zijn de leiders van het Warschau-pak bijeen en in Schotland vergaderen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO. De NAVO-ministers buigen zich over een nieuwe politieke koers van het bondgenootschap nu de Koude Oorlog voorbij is. Probleem nummer 1 is nu de militaire en politieke status van Duitsland. De westerse landen willen dat een verenigd Duitsland volwaardig lid wordt van de NAVO. Een deel van de Warschau-paktlanden vindt dat het nieuwe Duitsland een neutrale status moet krijgen. Maar het lijkt er nu op dat de Sovjet-Unie water bij de wijn wil doen. Tijdens de Mensenrechtenconferentie in Kopenhagen heeft de Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken Shevardnadze een opmerkelijke uitspraak gedaan. De Sovjet-Unie wil dat het Duitse lidmaatschap gekoppeld wordt aan de beperking van Duitse strijdkrachten. Gebeurt dat, dan is de Sovjet-Unie bereid Duitsland volledig politiek en militair in de NAVO te laten opgaan. Het misverstand tussen CDA en Partij van de Arbeid over de sociale vernieuwing is uit de weg geruimd. De ruzie over het bijzonder onderwijs is bijgelegd. Dat heeft minister Dales van Binnenlandse Zaken wel urenlang debatteren gekost. Het kabinet wil nu nog deze maand gesprekken met de gemeenten die bij de sociale vernieuwing betrokken zijn afronden. Vorige week speelde ook gisteravond het onderwijs een cruciale rol. Soms ongelukkige uitspraken van minister Dales deed het CDA in de gordijnen klimmen. Want kan het bijzonder onderwijs, het petekind van het CDA, gevrijwaard worden van dwang door de overheid? Dat is immers in de grondwet geregeld. Als er een meningsverschil is tussen een gemeente en een school, dan kan een arbitragecommissie uitkomst bieden, zo vond het kabinet. Nee, zeggen de regeringsfracties, want arbitrage betekent alsnog een beslissing opleggen. Nee, zegt mevrouw Dales, de minister van Binnenlandse Zaken. De gemeente en de scholen maken zelf de afspraken, dus er is dan geen sprake meer van dwang. Een arbitrage kan alleen maar wanneer die samenwerking inderdaad wordt aangegaan, nou, daar zijn we niet pessimistisch over, en alleen maar op de wijze, en dat is maatschappelijk hoogst normaal, waarop die beide partners dat willen. De WIR-tegenvaller blijft het kabinet verdelen. Vooral het bedrag dat het bedrijfsleven moet terugbetalen is een struikelblok. De inmiddels afgeschafte WIR is een premieregeling voor investeringen. Minister Andriessen van Economische Zaken heeft gedreigd op te stappen als het bedrijfsleven 3,2 miljard gulden aan weerpremies moet terugbetalen. Andriessen wil niet verder gaan dan 1,9 miljard. Maar minister Kok van Financiën houdt vast aan de 3,2 miljard. Morgen praat het kabinet verder over deze kwestie, onder meer aan de hand van een voorstel van premier Lubbers. Voor de rechtbank in Haarlem staan vandaag 4 Colombianen terecht die betrokken zijn bij de grootste cocaïnesmokkel die ooit in Nederland ontdekt is. Gisteren verschenen de Nederlandse verdachten in de zaak voor de rechter. Een verslag van Leo de Later. In totaal 9 verdachten staan in Haarlem terecht. 4 Nederlanders, een Spanjaard en 4 Colombianen. Ze werden opgepakt toen ze in een loods in IJmuiden bezig waren met het overladen van een partij cocaïne. Verstopt in vaten ingevroren vruchtensap. Het werd de grootste cocaïnevangst in Europa. Ruim 2600 kilo bestemd voor de Europese markt met een straatwaarde van 250 miljoen gulden. Tegen de Nederlandse hoofdverdachten werden gisteren straffen geëist van 12 tot 16 jaar. Vandaag staan de 4 Colombianen terecht. Zij worden gezien als de belangrijkste verdachten. Uit angst voor een bevrijdingspoging is het proces met strenge veiligheidsmaatregelen omgeven. Bezoekers worden streng gecontroleerd en voor visuele media blijft de deur dicht. En dan nu het financiële nieuws. Tokio staat vanmorgen op winst. Wall Street sloot gisteravond wat lager en de dollar is vrijwel stabiel. Hier zijn de cijfers. De Nikkei-index staat op het ogenblik op 33.102,47 met een winst van bijna 149 punten.
Wall Street zakte gisteren iets, maar volgens analisten moet dat niet als een slecht teken gezien worden. De Dow Jones Index sloot ruim 13 punten lager op 2911,65. En de dollar was vrijwel stabiel op iets meer dan 1,90 gulden. En dan nu de sport met Victor de Koning. Met vandaag een gesprek met... Goedemorgen, we beginnen allereerst dicht bij huis. Kort bericht, NEC blijft in de Eredivisie en dat dankzij een 0-0 gelijkspel tegen Emmen. De eerste van de twee beslissingswedstrijden had NEC al met 2-1 gewonnen. Iets verder weg in Parijs om precies te zijn, drong ook de Oostenrijker Thomas Muster en Andres Gomez uit Ecuador door tot de halve finales van Roland Garros. En dat ten koste van de Joegoslaaf Ivan Izevic, moeilijke naam, en de Fransman Thierry Champignon. En dan Italië, wel in Italië ligt men in katzwijm en dat heeft niet alleen te maken met het wereldkampioenschap voetbal dat morgen begint, maar ook met de eclatante overwinning van Gianni Bugno in de Giro d'Italia, de Ronde van Italië. Eindelijk hebben de Italiaanse wielerfans in de 26-jarige krachtpatser weer een echte vedette, een campionissimo, een idool. En dat betekende de afgelopen weken rijen hysterische fans langs de weg tijdens de etappes. Hysterische fans, of beter gezegd voetbalvandalen, kunnen we de komende weken dus ook verwachten tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Iemand die dat moet zien te voorkomen, wel, dat is de Rotterdamse hoofdagent Dirk Lakerveld, hier te gast in de studio. Goedemorgen, meneer Lakerveld. Goedemorgen. U vertrekt zondag met 14 andere wakkere politiemensen naar Palermo. Wat gaat u daar precies doen? Nou, wij gaan daar naartoe op uitnodiging van de Italiaanse politie. Onze belangrijkste taak daar zal zijn om contacten te leggen met de Nederlandse supporters. Die voor het merendeel, althans het merendeel, de supporters die uit de grote steden komen. Daarvan is een groot gedeelte ons bekend. En wij zullen proberen contacten met hun te leggen. Hun te adviseren hoe de Italiaanse politie te werk gaat. U bent en wat dat betreft, sorry dat ik u onderbreek, een routinier. Want u begeleidt al jaren bijvoorbeeld de supporters van Feyenoord. Hè? Wij gaan nu 3 jaar gaan wij mee met Feyenoord in uit- en thuiswedstrijden. Dus wat dat betreft kennen wij een hoop van die jongens. Ja. Alhoewel ik niet verwacht dat ze allemaal naar Italië zullen gaan. Nu is het zo dat de Italiaanse politie waarschijnlijk heel anders zal optreden dan bijvoorbeeld u zelf als agent. Ja. Wat is het verschil? Wat mogen we verwachten? De werkwijze in Nederland is duidelijk anders dan in Italië. Daar moeten de supporters degelijk rekening mee houden. Bijvoorbeeld met kleine vergrijpen zoals een bierglas op straat gooien of een vlag kapot trekken. Daar staan strenge straffen op in Italië. Ja. Mogelijk zelfs dat ze direct het land uitgezet worden. Niemand hoopt dat we beelden te zien krijgen van bommen in het stadion, van hysterische fans. We hebben die beelden al veel te vaak ook in Nederland gezien. Toch zijn er Engelse supporters die hebben gezegd, we gaan straks ongetwijfeld naar een hete confrontatie. Er schijnen al strijdplannen klaar te liggen. Hebt u daar in Nederland ook iets van gehoord? Die verhalen zijn ons uiteraard onbekend, maar zoals dat in Engeland gaat, gaat het duidelijk in Nederland niet. Dat die plannen er in Nederland zijn, dat is bij ons niet bekend in ieder geval. Ik geloof daar ook niet in. Nee. U bent wat dat betreft voorstander van een nuchtere aanpak. U bent vooral iemand die zegt, je moet op supporters inpraten. Er zijn ook mensen die zeggen, je moet er gewoon met een lange lat overheen. Ja, natuurlijk. Die voor- en tegenstanders die zou je blijven houden, dat is logisch. Maar er is al op allerhande manieren geprobeerd om het voetbalvandalisme terug te dringen. En wij hebben gekozen voor deze aanpak. En dat is dan in eerste instantie proberen het pratend op te lossen. Mocht dat niet lukken, ja, dan zijn er natuurlijk altijd andere mogelijkheden. Ik wens u er heel veel succes bij. En ook nog een beetje zon straks in dat 4-sterren hotel aan het strand in Palermo. Tot zover de sport. Dank je wel. En dan het weer samengesteld door Meteoconsult. Enkele plaatsen in Europa hadden gisteren tropische temperaturen. Andere plaatsen kregen een waterballet te verwerken. In het Griekse Tripolis werd het bijna 34 graden. Tropisch was het ook in Sevilla in Spanje en in delen van Bulgarije. In de Zwitserse Alpen regende het pijpenstelen met Locarno als koploper. Er viel maar liefst 70 mm regen. Er komt vandaag een einde aan de hittegolf in Joegoslavië, de Balkan en Griekenland. En in de Alpen knapt het iets op. Midden-Frankrijk, Noord-Spanje en de Britse eilanden krijgen vandaag bewolkt weer met regen. Op de Britse eilanden wordt het ook een stuk koeler. Broeierig warm is het nog in Griekenland voordat daar het onweer losbarst. En warm is het ook in Spanje en Portugal, behalve aan de bewolkte noordkust. De Benelux krijgt een groot deel van de ochtend regen die langzaam naar het oosten wegtrekt. Er volgen flinke opklaringen waarbij de temperatuur oploopt tot een graad of 17. In de namiddag kunnen in het westen alweer de eerste buien vallen en de wind neemt dan toe tot vrij krachtig. En
dan volgt nu het krantenoverzicht van de Nederlandse ochtendbladen van donderdag 7 juni 1990. De Telegraaf opent vanochtend met het nieuws dat de boetes voor het zwartrijden in het openbaar vervoer binnen een maand zullen worden verhoogd van 25 naar 100 gulden. Minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat wil met deze maatregel het zwartrijden krachtiger aanpakken. De artsenorganisatie KNGMG gaat alle Nederlandse artsen oproepen mee te werken aan het euthanasieonderzoek van de commissie Remmelink. Dit meldt het Algemeen Dagblad. De Volkskrant bericht dat het CDA hard op weg is een failliete boedel te worden. De partij komt tonnen tekort op de begroting. Volgens een woordvoerder van het CDA wordt er steeds meer ingeteerd op de financiële reserves van de partij. De ANWB wil onder druk van een groeiende groep verontruste leden zijn milieubeleid wijzigen. Al dus het ochtendblad Trouw. Samen met de overheid wil de ANWB een publiekscampagne opzetten om automobilisten over te halen de auto vaker te laten staan. En tenslotte meldt het Financiële Dagblad dat de extra belasting op kleine winsten van 250.000 tot 750.000 gulden van de baan lijkt. In de Lutherse kerk in Amsterdam zijn gisteravond de slachtoffers herdacht van de ramp een jaar geleden met een vliegtuig van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Een verslag van Ahmed Abu Talib. De nabestaanden van de slachtoffers zijn de ramp nog niet vergeten. Een groot deel van hen heeft nog steeds psychische problemen. Een van de slachtoffers van de ramp met het vliegtuig is de 31-jarige Persis Stewart. Zijn moeder verkeert nog steeds in grote psychische nood. Je kan het niet begrijpen. En je bent er maar mee bezig, hè? En je wil iets afmaken. Ik bedoel, als iemand ziek is, dan heb je iets van, nou, misschien groei je daar dan naartoe, dat weet ik niet. Maar dit heeft zo'n totale verandering in je geest plaatsgehad, dat... Oké, je bent er maar mee bezig. De familieleden van de slachtoffers klagen over gebrek aan professionele nazorg. Het merendeel van de nabestaanden is nog steeds aangewezen op steun van familieleden en kennissen. De bestaande instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zijn niet in staat om traumapatiënten op te vangen. Een jaar na de ramp is er nog steeds behoefte aan professionele nazorg. Als ik nu terugkijk, enorm. Op dat moment weet je niet wat met je gebeurt. Je bent gewoon niet in staat om jezelf, zeg maar, op de been te houden. Je doet het wel, maar je weet niet hoe. Formeel schijnen er inderdaad instanties te zijn die zich daarmee bezighouden, maar... Je moet goed begrijpen, dit is een ramp. Ik bedoel, er zijn niet instellingen die daarop gespecialiseerd zijn. Dit vergt gewoon een totaal andere aanpak. Het is een andere traumatische ervaring die je door moet maken. Naast de traumatische ervaringen verkeren de nabestaanden in grote financiële problemen. De sociale diensten, zo blijkt in de praktijk, zijn vaak niet bereid om mee te helpen aan het aflossen van de bestaande schulden van de nabestaanden. Punt 1 om... reizen te kunnen betalen naar Suriname voor de identificatie, de begrafenissen. Maar ook om vooral veel eten en veel kleren mee te nemen voor de familieleden daar, vanwege de grote armoede in Suriname. En voor welke bedragen praat je dan per persoon? Het verschil, maar het loopt in de duizenden guldens. Het hangt ook vanaf hoe groot de familie is natuurlijk, maar het loopt echt in de duizenden guldens. En je moet nagaan dat het vaak om mensen gaat met een bijstandsuitkering. En ik weet niet of je je dan kan voorstellen wat zoiets voor de mensen dan betekent. En zo stapelen de problemen zich op. De VVD-fractie in de Tweede Kamer vindt daarom dat de nabestaanden die financieel in de problemen zijn gekomen door de ramp inderdaad geholpen moeten worden. Ik vind gewoon dat we moeten zorgen dat mensen echt problemen hebben, dat ze ook echt geholpen worden. In Amerika loopt op dit moment een proces tegen de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Of de nabestaanden recht hebben op een schadevergoeding zal nog later moeten blijken. Aan het einde van dit blok krijgt u van Mark Jacobs nog even de hoofdpunten. De EG-landbouwministers hebben de hele nacht doorvergaderd over het importverbod dat een aantal Europese landen voor Brits rundvlees heeft ingesteld. Er is druk overleg gaande over het NAVO-lidmaatschap van een verenigd Duitsland. In Moskou praat een Warschau-pact en in Schotland vergadert de NAVO over de zaak. In Liberia hebben de rebellen de internationale luchthaven Robertsfield bezet. Het vliegveld ligt vlakbij de hoofdstad Monrovia. Graag tot straks na de reclame.